Dag dames en heren, van harte welkom bij het NK Atletiek Indoor vanuit Omnisport in Apeldoorn. Dag 1, een iets wat aangepast programma, want wij zitten vanwege de coronamaatregelen vanzelfsprekend in Arnhem. Tot 6 uur vanavond ziet u samenvattingen, hoort u interviews, krijgt u analyses en zijn we live aanwezig bij de finale, mannen, 1500 meter en de 60 en meter voor dames en heren, moet ik zeggen. Ik zit hier gelukkig niet alleen. Dennis Licht gaat alle wedstrijden van commentaar voorzien. En Leon Mak uit Heren, meerkamper. Waarom ben jij hier en niet in Apeldoorn? Ja, ik was er graag bij geweest in Apeldoorn. Alleen ik heb begin september, vlak na het NK Meerkamp, een operatie gehad aan mijn enkel. En dat is eigenlijk allemaal goed gegaan. Alleen het NK komt eigenlijk nog net iets te vroeg. Maar dat wisten we eigenlijk van tevoren al. Dus nu doortrainen en de focus op het buitenseizoen. Het gaat goed met je in ieder geval. Zeker. We hoeven ons geen zorgen te maken. Ja. Ik maak me geen zorgen. Dus nou, dan doen wij dat ook niet. Ja. We hadden alles willen laten zien, hè, Dennis, vandaag. Maar we zijn afhankelijk van de beelden van de Atletiek Unie. Daar is daar het een en ander technische mis, waardoor wij hier ook in de problemen komen. Maar we gaan er het beste van maken. We hebben heel veel wat we wel kunnen laten zien. Zo was er vandaag een hele interessante 800 meter, de series, Dennis, met nogal wat favorieten. Er wordt ontzettend snel gelopen in de series van de 800 meter. Dit is de tweede serie. In de eerste serie hebben we al 3 toppers gezien. Maar hier gaat het om João Lobles, de man die hier nog in derde positie loopt. Even afwacht, Jurgen Wielaert loopt op kop. Maar uiteindelijk zal hij zich melden. Noah Baltus in tweede positie, heeft ook ambities. Maar de eindsprint is hier, Lobles is naar voren gekomen. En die verslaat Wielaert. Hij kijkt ook een beetje om, waar blijft die Wielaert? Het is allemaal prima voor Lobles. Hij gaat door en Wielaert ook op tijd snelste. Baltus zal het niet halen. En dan komt natuurlijk de man uit onze eigen provincie, uit Lengel. Tijmen Kupers, zevenvoudig kampioen. Hij kan zijn 8e titel halen. Kupers nu nog even in tweede positie, daar achter Chappell. Maar uiteindelijk komt hij afgetekend naar voren en loopt hij ook de snelste tijd van alle series. Tijmen Kupers uit Lengel is in vorm. Hij wint en is morgen ook favoriet voor goud. Ja, is dat de favoriet, Dennis? Ik denk het wel, maar hij zal wel heel veel concurrentie krijgen van Lobles. Ja, even Tijmen Kupers. Vorig jaar was hij afwezig, hè? Blessures. Ja. Hij lijkt wel helemaal terug. Ja, ik heb wat grote bewondering voor Tijmen. Ik ken hem ook goed. Ik heb ook wel een paar keer met hem getraind. Het is een hele fijne vent en ook echt liefde voor de sport. En dus het is gewoon hartstikke mooi om te zien dat hij ondanks het gebrek aan wedstrijdritme, wat iedereen eigenlijk misschien wel heeft, want er is natuurlijk maar beperkte mogelijkheid om ergens aan deel te kunnen nemen. En als je al deel kan nemen, is het op internationaal niveau. In Nederland wordt eigenlijk alleen maar het Nederlands kampioenschap als topsportevenement aangewezen. Dus sommige mensen is dit het eerste evenement. Ja, en dat je het dan hier moet laten zien op het juiste moment. En hij laat zien dat hij zelfs met een beetje gas terugnemend in die laatste 10 meter, dat hij gewoon de snelste tijd loopt. Dus ja, bijzonder aan deze afstand, ja, je zei het al, hè. 8 mensen die gewoon die EK-limiet al hebben gelopen dit seizoen. Ja. En mogen er maar 3 naar Polen. Ja, ja. En hoe gaan die plekken verdeeld worden? Ja, dat zal pas woensdag uiteindelijk bekend worden gemaakt. Je hebt natuurlijk altijd met dit weekend nog te maken met zijn er mensen die afhaken door een blessure. Want woensdag wordt definitieve selectie bekendgemaakt. Ze zullen in overweging meenemen bij de technische staf ook wat je toernooiervaring is. Dus stel dat Tijmen 4e wordt hier doordat hij valt of zo, weet je wel. Maar ja, hij heeft ooit een keer een plak gehaald op het EK Indoor. Maar wel de snelste seizoenstijd staan op die 800 meter. Dat ze zeggen, ja, we geven hem toch voorrang. Maar uiteindelijk moet je het vandaag laten zien. Het is gek, echt heel gek. Dit zijn we alleen gewend uit landen als Amerika of Frankrijk of Engeland, dat je het met trials te maken hebt. Volgens mij heeft Lobles ook de snelste seizoentijd. En niet Tijmen Kupers. Oké, excuus daarvoor. Ik heb tot het punt van achter de komma niet in mijn hoofd. Ja. Maar het zal wel een tweestrijd tussen die twee gaan worden. Wordt een spannende finale. Heel, ja, absoluut. We gaan schakelen naar Jan Sommerdijk, want die zal deze race gaan voorzien van commentaar. Ja, met alle beperkingen van dien, want het beeld hapert dus aan alle kanten. Jullie hebben het grote beeld voorstaan als het goed is. Daar zien we dus wat poppetjes onder in de baan staan. Die staan klaar voor de 1500 meter. Zeer sterk bezet dus met Robin van Riel. We zien hem hier toch even close, de titelverdediger. Winnaar van de laatste 2 jaar, maar dit seizoen nog niet zo sterk gelopen als hij misschien had gewild. Maar hij is wel toch iemand die altijd meedoet om de prijzen. Maar de namen die net genoemd werden, Abdi Ali, Andriessen en ook Valentijn Wijnands uit
Nijmegen, kampioen van 2018. Die is erbij. Ze zijn begonnen. Gaan nu langzaam maar zeker allemaal naar binnen toe. En dan is het vooral een kwestie in het begin van positie kiezen. Nog niet te gek doen en niet te veel in het gedrang komen. Dat is ook heel belangrijk. Ik wil nog even iemand eruit halen. Dat is Tom de Gelder. Oorspronkelijk afkomstig uit Den Hoorn, maar inmiddels lid van Team Zevenheuvelen in Nijmegen. Die heeft hele bijzondere dingen gedaan in de coronatijd. Want hij was de organisator van de corona solo runs op de 15 kilometer. En daar was Mike Fopp uit Nijmegen winnaar. Hij werd een paar jaar geleden in 2019 nog derde op dit onderdeel. En om even zijn cv af te maken, hij is bachelor criminologie. Dus als er hier iets misdadigs gebeurt, dan lost Tom de Gelder het ter plekke op. We kijken naar de favorieten die al een beetje voorin komen. We zien Andriessen op kop. Van Riel meteen erachter. En dan op de derde plaats is het Abdi Ali. Een man die uit Stijn in Limburg komt. En de EK-limiet al binnen heeft. Net als dus Andriessen en Wijnands. Wijnands is de Nijmegenaar. Nu 1 minuut zijn ze ruim onderweg. Loopt op dit moment in 5e positie. Maar het zijn de twee mannen in... Ja, dat is nu heel even te zien. Daar in het paars die voorop lopen. Andriessen is daar de eerste man. Meteen gevolgd door Abdi Ali. Maar nu gebeurt er nog niet zo heel veel. Dus blijven een beetje in positie. Wijnands inmiddels naar de derde plaats opgeschoven. De Nijmegenaar. En Robin van Riel zit daar weer achter. Dus het is toch al duidelijk dat de favorieten nu naar voren komen. Andriessen, die heeft fantastisch gelopen. Die heeft de limiet ook op de 800 meter gelopen. Daar hebben we net het hele verhaal over gehoord. Dat er zoveel kandidaten zijn dat hij daar ook niet mee gaat doen. Die kiest op het EK natuurlijk voor de 1500 meter. Ook al een keer de 3 kilometer gelopen op het EK 2 jaar geleden. Groot talent, 21 jaar pas uit Castricum. Student natuurkunde is hij ook nog. Want vaker doen atleten er nog allerlei andere dingen bij. Dat is heel wat anders dan bij voetballers bijvoorbeeld. 2 minuten onderweg nu. Ik verwacht een tijd, nou de EK-limiet is 3:43. Die is dus door een paar man gelopen. Ik weet niet of ze dat gaan halen. Maar rond de 3:50 zullen ze zeker uit kunnen komen. Nog altijd... De favorieten, de 3 die geplaatst zijn tot nu toe al voor het EK op de posities 1, 2 en 3. En daarachter Robin van Riel, die zeker wat van plan zal zijn. Want hij was vorig jaar kampioen, toen liep hij 3:50-53. En ook in 2019 was hij al de winnaar. Traint bij Grete Koens. We gaan nu even weer over naar het grote beeld. Ik zie af en toe wel die close beelden, dus kan er iets meer van maken. Maar er verandert niets. Andriessen, Abdi Ali en Valentijn Wijnands uit Nijmegen. Dat zijn die drie. Valentijn Wijnands is 25 jaar. En hij is de kampioen van 2018. Daarna heeft hij niet meer meegedaan op deze afstand. Maar nu zal hij toch wel plannen hebben. Hij heeft een behoorlijk eindschot ook. En er komt al afscheiding. Ja, Robin van Riel kan niet mee tot nu toe bij de besten. Die heeft gewoon een minder seizoen, lijkt het. Want hij was de man die toch de afgelopen 2 jaar ongenaakbaar was. Maar die gaat er niet meer aankomen. En ook Wijnands moet nu afhaken. Het wordt een strijd tussen Abdi Ali en Bram Andriessen. Dat zijn ook de 2 tijdsnelsten geweest. Nou, Wijnands was net iets sneller nog dan Abdi Ali. Nou, daar gaat nu niks aan gebeuren. De bel gaat nog 1 ronde. En het gaat om dit duo nu. Ze zitten nu aan een tijd bij de doorkomst van zo ongeveer 3:25. Dus dat wordt... Geen fameuze tijd, er worden geen EK-limieten gelopen hier, want dan moet je 3:43 en 18 seconden voor een rondje. Dat is niet te doen voor 200 meter. Dan loop je, moet je de gewone 200 meter meegenomen. Maar hier zijn ze dan toch. Het is wat raar in beeld gebracht. 3:42 ongeveer, ze zitten toch bij de limiet. Ja, ik was ook even abuis door rare beelden die er werden gemaakt. Maar Andriessen heeft gewonnen. En ik denk Abdi Ali 2 en Wijnands 3. Gewoon de verwachte 3:41:20, dat is nog een keurige tijd hoor, van die Bram Andriessen. De man uit Castricum wint dus. De nieuwe Nederlands kampioen Abdi Ali met 3:41:71. Ja, daar laten ze echt zien, want hij loopt een betere tijd nog dan hij gelopen heeft dit seizoen. En ook Wijnands met 3:42:79. Net niet boven zijn persoonlijke record. Dit is de top 3. We gaan weer terug naar de studio. Ja, moeilijk te volgen zo, Dennis. Je dat? Job Eidsma, 3:43:16. Ja, we zijn gewoon weer in de uitzending, ja. Hoor. Ja. Ja. Ik denk, ik meld het eventjes. Precies. Ja, geen verrassende top 3? Nee, maar wel even een beetje flabbergasted. Daarom wees ik nog net naar het scherm. En Job Eidsma, die liep nog net bijna limiet. 3:43:16, ook gewoon een dik persoonlijk record. Dus het is eigenlijk wel een hele sterke race ook weer. 4 man wel in een treintje gewoon naar een hele snelle tijd. En Bram Andriessen laat gewoon zien dat hij gewoon heel sterk is op het moment. En ja. De rest kan alleen maar volgen. Ja, dus. Ja, Robin van Riel gaat in ieder geval niet naar het EK.
Nee, die gaat het absoluut niet halen. Nee, die heeft nog wel wat werk aan de winkel. Maar ik weet, van de zomer kan die nog wat het meer. Het lijkt tot op heden niet zijn seizoen. Hij heeft niet heel sterk gelopen. Dus Andries, Wijnands en Abdi Ali, die gaan dan natuurlijk niet verrassend. Verrassend was dus Job Eidsma, zeg jij. Ja, absoluut. Het is gewoon een hele snelle tijd wat hij laat zien. Ja, hij komt daar wel meteen mee zo'n beetje de top 8 binnen in het eeuwige ranglijst van Nederland. Dus hij is gewoon een prima prestatie. Mede dankzij door Bram Andriessen die gewoon van kop af aan is gegaan. En het is hartstikke moeilijk om 7,5 ronden lang op dat tempo te lopen. En het leek erop dat hij ook steeds harder ging in die race. En hij maakte het tempo eigenlijk een beetje voor zijn teammaat Morali Mohamed. En dus wat dat betreft heeft hij het goed gedaan. Robin van Riel is overigens 9e geworden. 9e. Ja, ja. 1500 meter, ze lopen allemaal hard. Ik heb jou de hele dag al horen praten over schoenen, Dennis. Ja, er is natuurlijk al... Je moet er al op lachen, hè? Ja. Er is wel een schoenendiscussie, zeg maar. Een beetje zoals destijds bij de klapschaats. Daar mag je het absoluut mee vergelijken. En het is ook mooi om te zien. Het is goed voor de atleten. Ik bedoel, ze krijgen mooie sponsorcontracten aangeboden. Het geeft de sport heel veel aanzien. In de breedte wordt de atletiek er beter van. Maar het zijn schoenen met een verhoging? Ja, wel met restricties. Want er is een schoen zeg maar, voor op de weg en één voor op de baan. En allebei zijn ze voorzien van een speciale carbonplaat. En de para-atleten zijn met hun prothese natuurlijk al wat meer gewend om met materialen bezig te zijn. Ja, en nu zie je natuurlijk ook bij de andere overige atleten het terug. En dat heeft sterke invloed op het niveau, als het gaat om het topniveau. Ja, denk jij dat of zeg je dat gewoon omdat jouw record uit de boek is geschreven? Nee, absoluut. Nee, ik heb ze zelf ook. Nee, check dus, het even. Ik heb ze zelf ook. Je loopt gewoon echt sneller. Ja, je loopt echt sneller. Je hebt het gevoel alsof je op trampolines loopt. Het is een beetje het klapschaatsen revolutie in de Nederlandse atletiek sport, of überhaupt wereldwijd. En gelukkig is er nu een eerlijk speelveld. Hè? Dus alle andere sportmerken hebben ook die materialen tot hun beschikking. En dat zorgt voor echt een grote verbetering bij veel atleten. Maar aan de andere kant, je moet nog steeds keihard trainen. Ik bedoel, er is ook een nieuw niveau waar je zelf op komt, waarvan je niet gedacht had dat je dat zou kunnen. En dat is heel belangrijk om te weten. En daarnaast noem ik het ook een beetje het Bannister-effect. Roger Bannister was de eerste atleet die ooit de mijl onder de 4 minuten liep. En daarna waren er 100 andere atleten die het ook liepen. En dat geloof krijgen de atleten daarmee ook een beetje. En dus het is eigenlijk alleen maar gaaf om te zien. Ja, werkt dat zo? Ja, absoluut. Had ik zelf ook. Het is mogelijk. Het is ineens het is mogelijk. Dicht bij je bereik. Ja, ja. En als je concurrenten harder gaat lopen, dan ga je denken van ja, wat kan ik zelf er ook aan doen? Buiten de materialen om natuurlijk. Wat echt wel heel veel sterke invloed heeft. We hopen zo... Nou, zie je, ik wou zeggen, we hopen zo even naar Sander Maassen van de Brink te gaan. De Omnisport, ja, ik moet even luisteren via mijn oortje. Hij staat met Valentijn Wijnands vanuit Omnisport in Apeldoorn. Sander Maassen van de Brink. Valentijn, derde vandaag. Ja. Is dat ook waar je op gehoopt had? Je had gehoopt op een zilveren plak of heel misschien goud. Maar ik wist dat je alle twee sterk waren, Mari en Bram. Dus ik wist ook dat het een hele spannende strijd zou worden. Ja, ik merk dat de echte scherpte nog ontbreekt om die laatste versnelling met ze mee te gaan. Bram die trok heel sterk door. Dus, maar op zich tevreden, ja. Weer onder de limiet. Dus, ja. Wat dat betreft zit het qua vorm ook best wel goed. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat het nog ietsje beter kan aankomende 2 weken. Denk dat ik, of anderhalve week. Denk dat ik nog een klein stapje kan maken. Maar op zich goed, ja. Je liep ook in een sterk deelnemersveld. Dus wat dat betreft is een derde plaats ook niet heel erg slecht, toch? Nee, zeker niet. Ik zeg ook, het is helemaal niet slecht. Ik ben er blij mee, ja. Super, ga snel je medaille ophalen. Dank je wel. Hij is er blij mee, maar ik hoor toch een maar, hè? Een kleine maar hoor ik wel. Ja, het is een beetje ook... wat heeft zijn trainer natuurlijk gepland voor hem, hè? Ik bedoel, hij is al gekwalificeerd. En ik weet van mezelf altijd dat... Ik had destijds niet zo heel veel concurrentie op de 1500 meter. Dus dan kan je gewoon doortrainen en dan ben je wat minder scherp. Maar in dit veld kan dat niet. Nee. Maar eigenlijk gaat hij nu beginnen met rusten. Zo'n beetje 10 dagen van tevoren heb je nog een laatste echt scherpe training. Nou, 5 dagen van tevoren nog een keertje. Maar de rust moet nu het werk voor hem gaan doen. En dan heeft hij misschien die scherpe eindsprint wel. Eerder vandaag hadden we ook de 1500 meter vrouwen. Ja. Ja, heb je naar gekeken? Ja, Britt Ummels, hè, dat is de enige die de EK-limiet gelopen heeft. Zij was afwezig vandaag. Ja, verder niet
echte toppers, mag ik dat zeggen? Jawel, aan de start bij de 1500 meter vrouwen? Niet, of doe ik nu mensen tekort? Nee, zeker niet. Ja, de personen die normaal gesproken op dit onderdeel excelleren, die zijn er niet. De Maureen Koster niet. Mijn oud trainingsmaatje Sivan Hassan natuurlijk niet. Die zijn allemaal gewoon niet in Nederland. Zijn een trainingsplek in Engeland of waar dan ook. Het was nu vandaag Irene van Rijken, Stiepelaar. Die heeft onlangs van de zomer, geloof ik, het Nederlands record verbroken op de 3000 meter steeplechase. En dan uitgedaagd door een zeer jonge talent, Anna Hightower. Toen ik nog bij Honoré Hoed trainde, was zij een van de jongste talenten. Zeg maar, ze is nu nog pas 18, hè? Ja, het is ongelooflijk. Ja. Zij kwam als voetbalmeisje van een Arnhemse voetbalclub. En volgens mij ook FC Twente, waar ze gespeeld heeft. Wat ze heel lang heeft gecombineerd. Want Honoré is voorstander van breedmotorisch bewegen. Dus dat ze van blijf lekker doen wat je leuk vindt, dat is belangrijk. En dat is waarom ze nog steeds zo goed loopt. En zij was de grootste uitdager voor Irene. We gaan even naar Jan Sommerdijk voor de definitieve uitslag van de 1500 meter. Ja, want die was wel verrassend, daar zal Dennis ook van opkijken. De winnaar is Anne Kneijnenburg. Die hadden wij niet bij de favoriete gerangschikt, maar die liep heel goed. Vanaf begin op kop en ze stond hier bijna nooit meer af. 4:26:49. Tweede, ook al verrassend, Jetske van Kampen. En ook de nummer 3, Lotte Krause, wel voor het podium voorzien. Maar en dan wil ik nog even twee Gelderse talenten noemen. Sarah Perik, debutante uit Zutphen, 18 jaar. Op de zesde plaats geëindigd. En Anna Hightower, waar het net al over ging, die is negende geworden in de tijd van 4:36:24. Toch verdienstelijk. Jong talent, mogen we daar nog veel van verwachten? Ja, zeker, absoluut. En op dit moment zijn er heel veel jonge talenten op alle onderdelen eigenlijk. Die ook op dit kampioenschap aan het excelleren zijn. Het is echt fantastisch om te zien. Er gebeurt iets in onze sport. En dat is heel bijzonder. Dan gaan we alvast even vooruitblikken op de finale. 60 meter, mannen. Ja, dat wordt een mooie finale. Wat zijn de favorieten? Ik denk dat sowieso Joris van Gol wel de grote favoriet is. Internationaal heeft al een paar medailles gehaald. Nederlands record gehaald een tijdje geleden. Dus die is al zeker de favoriet. Maar hij moet toch scherp blijven, denk ik. Want Rafael Bouchou zit er ook relatief vlakbij. Volgens mij ongeveer een tiende verschil. En daarna is het denk ik toch een beetje strijd voor de derde plek. Wie gaan de strijden om de derde plek? Martina, denk ik. Garia misschien? Garia is denk ik, als ik de series heb gezien, wel voor nu een beetje de man voor de derde plek. Als ik het moet inschatten. Maar uiteindelijk in de sprintfinale kan zoveel gebeuren. 1 valse start, 1 mispas. Dan ben je weg. Dan ligt het zo om en dan kan het zo anders gaan. Dus we praten even verder over die 60 meter. We gaan nu wel naar Anna Hightower. Anna, je staat hier voor het eerst in meer dan een jaar een wedstrijd gelopen. Hoe was het? Ja, het was echt wennen. Maar ik vond het wel leuk om weer mee te doen. Want waarom heb je zo lang niet gelopen? Ik was een hele tijd geblesseerd aan mijn knie. Dus dat was wel jammer. Hoe frustrerend was dat? Ja, wel een beetje. Ik had natuurlijk wel het beste jaar uitgekozen. Want het was natuurlijk corona, dus sowieso weinig wedstrijden. Maar ik vond het wel frustrerend, vooral als je dan weer terug probeert te komen en training gaat moeizaam. En het is altijd lastig. Nou, heb jij heel lang niet gelopen. Nou, kon je deze week weer een wedstrijd gaan lopen. Yeah. En las ik dat jij vorige week nog even een klein ongelukje hebt gehad. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik hou heel erg van schaatsen. Dus ik ben een beetje fanatiek. En ik was gewoon aan het schaatsen. En toen ben ik best hard op mijn hoofd gevallen. Ik had een lichte hersenschudding. Ik moest die dag eigenlijk de hele tijd slapen en dat was misselijk en zo. Dat was een week geleden, dus dat was nog even balen. Maar ik ben nu weer helemaal goed er. Een lichte hersenschudding, maar je hebt wel weer kunnen trainen en weer een wedstrijd kunnen lopen. Ja. Ben je tevreden over hoe het vandaag is gegaan? Ja, niet super tevreden, moet ik eerlijk zeggen. Maar ook niet heel erg ontevreden. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan. En tussen de grote vrouwen lopen is altijd pittig, dus ik ben wel redelijk tevreden. Vooral ook met de vooruitgang, want een half jaar geleden had ik dit echt nooit gekund. Nee, want ik zag je ook toen bij de start, je zegt tussen de grote vrouwen lopen, maar je probeerde je er meteen tussen te wurmen. Ja, ik probeer altijd een beetje goed erbij te komen, maar het lukt niet super goed, want ik liep wel achteraan. Maar dat is ook prima.
Volgend jaar met een betere voorbereiding naar het EK. Ja, hopelijk, ja. Dankjewel. Oké, alsjeblieft. Heerlijk onbevangen, Dennis. Ja, geweldig. Ja, leuk om haar weer even terug te zien. Ik heb haar een tijd niet gezien. Dus, nee. Ja. Heeft ze het goed gedaan? Ik denk dat ze gewoon blij moet zijn dat ze weer even competitie kan bedrijven. En dus we moeten ook zo'n jong iemand niet te veel druk opleggen. Ze moeten weer zoals ze nu net zo mooi laat zien met een glimlach voor de camera staan en gewoon genieten. En dan komt het vanzelf. Ze heeft al eigenlijk best een track record waar je u tegen zegt voor zo'n jonge atleten. En ze heeft al medailles gehaald op de EOF. Op de EK junioren, als ik het goed heb. Zelf is ze ook nog gekwalificeerd afgelopen jaar. En dat is gewoon, het is gewoon echt gewoon supermens. Gewoon gaaf om te zien. Ja, ik zie jou stralen. Ja, ik vind het mooi. Prachtig om te zien. Ja, toch? Ja, hartstikke mooi. We gaan zo naar die 60 meter mannen live. Ik wil nog even het kogelstoten meenemen. Vrouwen, eerder vandaag heb je het gezien. Ik heb het niet gezien. Of ik heb een paar kleine stukjes gezien. Maar ik heb wel gehoord dat er erg ver werd gestoten. Ja, geen verrassende winnares volgens mij. Nee, eigenlijk niet. Nee. Jessica Schilder uit Volendam. Ja, zij had echt 1 centimeter onder de gestelde limiet van 18,20 meter gestoten. Dus die zal misschien wel een beetje balen. Oh, 1 centimeter. 1 centimeter, als ik goed heb, had Jan me dat verteld. Dus, En dat deed op dat onderdeel ook mee Bent de Koning uit Velp. En zij werd niet onverdienstelijk derde. Klopt. Maar 1 centimeter onder een limiet, hoe zuur is dat? Ja, kijk, ik doe het tienkamp en dan hoor je ook wel eens dat mensen of net een paar punten of heel dichtbij een limiet zitten. En dat is natuurlijk ontzettend zuur. Ik weet niet precies hoe de Atletiek Unie hiermee om zal gaan. Maar meestal zijn ze vrij hard hierin. Dus heel zuur, maar even balen en dan denk ik uiteindelijk knop omzetten en gaan focussen op outdoor. Want als je zoiets goeds laat zien indoor, dan moet er outdoor ook iets moois in zitten, lijkt mij. 60 meter, we hebben het al over gehad. Hè. Daar zijn Joris van Gol is daar de absolute favoriet. Hij heeft zich ook al gekwalificeerd, vanzelfsprekend, voor dat EK in Torun. En dan hebben we nog Bojou, dat is dan De grootste uitdager. De grootste uitdager, nog maar 18 jaar. Dus wie weet... kan die iets bijzonders laten zien. Als je zo jong bent, ben je vaak nog onbevangen. Dus ik kijk er erg naar uit. Is er nog iemand die voor een verrassing kan zorgen vandaag? Nou, Bojou, denk ik. Dat is de enige. Absoluut. Ja, de enige die in de buurt mag kan komen. Ja. Wellicht van Joris van Gol. Die liep dit jaar trouwens al 6.58. Dat is een sterke tijd. Hè? Nederlands record, onlangs verbroken met 100ste. Ja, zijn eigen tijd verbroken. En hij moet vandaag super scherp zijn vanaf de eerste meter. Want anders is zoals Leon al zei, dan ben je weg. Hij moet zijn titel verdedigen. Hij won ook vorig jaar in Apeldoorn. En daar werd Bojou volgens mij tweede. Klopt dat? Ja. We gaan naar Jan Sommerdijk. Ja, we gaan kijken naar de 60 meter. We zien ze daar rechts in beeld staan. Bij de startbokken nog. Ze worden nu een beetje voorgesteld. Bojou natuurlijk een van de favorieten. Die zien we wat dichterbij in ieder geval. Vanaf de achterkant eventjes. We zien daar in baan 5 Bojou. In baan 4 is het Martina. Dit is Garia die ook... podiumkandidaat is. En in de buitenste banen hebben we de mannen die gaan strijden om de plekken 5 tot en met 8 eigenlijk. Deze Keturo Oosterwolde kan wel wat, zeker buiten. Zilver gehaald op de 100 meter, maar de 60 meter is misschien net te kort voor hem. Hij doet ook nog een aardige 200 meter. Het gaat om baan 5 en 6, Bojou en Van Gol. Van Gol, de winnaar van de laatste 2 jaren. Het kampioensrecord staat ook op zijn naam met 6.62. Nou, dat kan hij misschien wel verbeteren hier. En dit is de line-up dus met Martina in baan 4, de routinier. De man die zich ook toegelegd heeft, 36 jaar uit Curaçao, op de sport golven. Dat kan hij ook zeer verdienstelijk. Voorlopig doen we het even met het beeld zoals we het hadden gewild van voren. Dus dat ziet er redelijk uit, maar helaas hapert het vaak. Dit zijn ook mooie kloosjes. Maar als we nu even een niet haperend beeld krijgen in die komende 6-7 seconden dat ze gaan lopen, dan zijn we heel tevreden. Dan kunnen we in ieder geval deze 60 meter volwaardig meepakken zoals we eigenlijk het hele... toernooi vandaag hadden willen laten zien. Maar we hebben de garantie dat het morgen wel goed komt. Dan gaan ze van start. En het is Bojou die heel goed weg is. En dan krijgt Van Gol het nog behoorlijk moeilijk mee. Maar daar komt hij toch. Uiteindelijk, ja, duidelijk. Oei, dan gaat Martina nog onderuit. Terwijl die terugloopt. Maar we hebben met
Wacht even, we hebben toch een verrassing. Ja, het was moeilijk te zien eventjes. Maar Van Gol is het toch wel degelijk. Maar daarachter is het Garia die tweede is geworden. Ja, Bojou startte goed, maar daarna ging het minder. En Oosterwolde is derde. En Bojou valt heel erg tegen. Van Gol evenaart overigens met 6,62 zijn kampioensrecord. Martina 4. En het is helemaal misgegaan bij Bojou dus. 7,14. Ik heb niet zo goed gezien wat daar gebeurd is, moet ik eerlijk zeggen, door een camerawissel die ik even niet goed kon volgen. Maar hij heeft een blessure opgelopen, dat is duidelijk. Dat zie je ook aan de manier waarop hij nu wordt ondersteund door Van Gol, eigenlijk zijn grote concurrent. Ja, hopelijk heeft hij niet zo ernstig iets opgelopen dat hij het EK dadelijk moet gaan missen, want dat is al over 2 weken in het Poolse Tosun. Ja, ik hoop dat Dennis Licht goed heeft gezien of Leo Mak wat daar gebeurd is. Hebben jullie gezien wat er gebeurde? Ja, laatste 10 meter, hè. Schoot volgens mij zijn kuit. We dachten eerst hamstring. Ja, aan het eind zag je me aan zijn kuit trekken. En ik denk inderdaad, de laatste 10, 20 meter is er iets ingeschoten. We weten natuurlijk niet wat er aan de hand is. Dus of hij op tijd fit gaat zijn voor het EK is ook nog maar de vraag. Maar ja, erg zuur. Maar dat laat ook maar weer zien dat eigenlijk alles kan gebeuren. Ja, want toch wel een verrassende uitslag. In ieder geval wel dat Bojou natuurlijk geblesseerd van het veld stapt. En gewoon verder gewoon een... We zien de uitslag daar in beeld. Ja, Van Gol, gewoon een prima prestatie. Ik bedoel, 6,62, daar komt hij. Dezelfde tijd overigens als vorig jaar. Ja, hij heeft natuurlijk een persoonlijk record van 6,58. Het is een onderdeel waar je ook wel, ik denk dat Leon dat ook wel kan beamen, is dat je veel spanning nodig hebt, publiek erbij. En dan is het moeilijk om 60 meter ook echt af te zien. Muziek erbij heb je nodig en... voor de lopers zal dat wat minder zijn. Dan zit je meer in een cocon. En daar laat je wel je batterij aan op. Dus tot op heden vind ik de echte scherpte bij de sprinters nog een beetje missen. Maar 6,62 is gewoon een keurige prestatie. En zilver was er dan, als ik het snel heb gezien, voor... Garia volgens mij. Hè? Ja, en dan 3 was dan Oosterwolde. Oosterwolde, ja. Ja. Nou ja, dat hadden we inderdaad. Eigenlijk wel een beetje verwacht, denk ik. Ja. En Martina die moet het helaas met plaats 4 doen. Maar het was heel spannend, hè? Gewoon een 100ste, 3-4 plekken. Klein verschil tussen Keitaro en Martina. Keitaro nog erg jong. En die laat nu eigenlijk zien dat hij toch bij de grote mannen goed meedoet. Volgens mij werd hij ouder ook derde. Dus zeker iemand om naar uit te kijken, denk ik. Ja, gaan we wat? We mogen wel wat verwachten, hè, van Van Gol straks in Polen. Zeker, maar ook ik kijk ook even naar als je het over die jonge gasten hebt. Over lange termijn voor Tjurendi natuurlijk is zijn estafette plek misschien ook wel een klein beetje nu in het gevaar aan het komen. En ik gun hem alles natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het is ook echt een, denk ik, ook wel een leider en iemand waar je tegenop kijkt. Ja, hoe oud is hij? 36 volgens mij. Ja, we zijn even oud, allebei van 84. Dus. En, hij doet nog gewoon hij mee, doet gewoon Dennis. Nog mee. Ja, zeker. Ja. En dat vind ik ook wel weer heel, heel erg knap van hem. Alleen, hij ziet natuurlijk ook wel dat wat er gebeurt. En uiteindelijk. Ja, er komt een moment dat je ingehaald wordt, hoor. Ja, alles zou, en iedereen. Dat zou maar zo kunnen dat deze zomer wel misschien voor hem gaat gebeuren. Maar ja, het is ook wel weer een man die altijd op het juiste moment piekt, zeg maar. Dus kan die het nog? Het is in ieder geval een man die de gunfactor heeft. Zeker. Absoluut. Ja. Maar ik denk dat hij ook vooral zijn kracht meer ligt op de 100, 200. Dus dat hij meer snel, meer... Ja, zijn kracht laat zien op zijn 100 meter. En uiteindelijk voor zo'n 4x100 gaat het om de 100 meter en niet om de 60. Dus als ik het nu zo zie, denk ik dat hij voor de 4x100 nog wel op het goede pad is. Maar ja, het is wel duidelijk te zien dat er veel jong talent komt dichterbij. Ja, ze komen eraan. Dus... Zo hoort het ook te gaan, hè? Zeker. Zo hoort het ook te gaan. Wat is jouw beste onderdeel? Mijn beste onderdeel? Ja, dat is een lastige vraag. Ik denk dat ik als ik moet kiezen, dan is het wel het Poolse hoogspringen. Ja. Ik denk dat ik daar tussen de specialisten wel het best mee kan doen. Met vandaag ook niet verrassend gewonnen door Menno Floon. Nee, dat was echt... eigenlijk begon hij pas te springen toen de rest zo'n beetje klaar was. Ja, dus, En hij heeft zelf nog een poging gewaagd om zijn eigen Nederlands record, die hij onlangs sprong, te verbeteren. 5,81? 5,81 is het Nederlands record. Ja. En hij sprong vrij eenvoudig de 5,72 in zijn tweede poging al. En heeft toen 3 pogingen op 5,82 gedaan. Maar ook voor dat onderdeel geldt gewoon, je hebt gewoon even die extra spanning. Ja, vorig jaar was het een prachtige strijd. Maar toen was Rutger Koppelaar van de partij. Precies, en die was er natuurlijk nu niet bij. Al geblesseerd, hè, zei jij. Klopt. Ja, volgens mij, als ik het goed heb, heeft hij ook een operatie aan zijn enkel gehad. En dat duurt gewoon lang voordat je weer echt wedstrijdfit bent.
Het duurt erg lang voordat je überhaupt mag springen. Laat staan echt fit. Dus die heeft, denk ik, de visie op het outdoorseizoen. Vandaag, eerder vandaag ook de series op de 400 meter. Wat waren daar de kanshebbers, Dennis? 400 meter mannen, vrouwen. Vrouwen, ja. Daar moet ik het even bij zeggen. Ja. Femke Bol is natuurlijk de uitgesproken favoriet. En liet dat ook direct zien in haar series. Volgens mij was ze in de derde serie gestart. Liep net onder de 52 seconden. Ja, eigenlijk op haar dooie gemakje bijna. Ze moest het helemaal zelf doen. Lieke Klaver, die kwam ontzettend snel door op de eerste 200 meter. Misschien wel te snel, met 23,90 zag ik op de klok. Ja, die ging heel snel van start, hè? Ja, en die viel een beetje stuk. Jij riep al, dit gaat niet goed. Dit gaat te hard. Ja, dit gaat te hard, ja. En dat is op zich zegt dat ook wel weer iets over haar kwaliteit. Dus haar snelheid zit gewoon goed. Alleen de indeling is natuurlijk wel belangrijk. En dat je zo snel kan starten is natuurlijk van belang op die 400 indoor. Want de meeste mensen vinden het wel prettig. Zeker als een frontrunner, als een Lieke. Die moet het daarvan hebben van de start. Om als eerste die bocht in te gaan in de laatste ronde. Want ja, dan moet Femke proberen daar overheen te komen. Dat zal haar strategie zijn, denk ik, voor de finale. En, maar daarachter was Marit Dopheide. Die toch eigenlijk wel een hele lange periode gehad heeft. Van niet op niveau meer te kunnen presteren. Is onlangs van Papendal vertrokken. Weer naar haar oude trainingssituatie in Groningen gegaan. Bij Eddie Kiemel. En liep zo waar in het spoor van Lieke Klaver liep ze een 53 laag, 53-27 of zo. Dus die lijkt ook weer wel even te rammelen aan de poort, zullen we maar zeggen. Maar we gaan naar de 60 meter vrouwenfinale. Wat zijn de drie favorieten, Dennis? Goh, ik heb even de namen niet uit mijn hoofd. Mag ik je helpen dan? Ja, Samuel? Ja, Samuel natuurlijk, inderdaad. Sydney, denk ik, en Van Hunestein. Ja, en die laatste twee die je noemt, die hebben natuurlijk nog zich niet gekwalificeerd voor het EK Indoor. Die moet 7:30 lopen op die 60 meter. Jamil wel. En ze liepen allemaal zo'n beetje rond, tenminste Jamil en Naomi liepen rond de 7:30, 7:31, 7:33, heel goed. Ja, en Van Hunestein 7:41. Ja. En afwezig helaas Nadine Visser, die had voor de lol meegelopen, maar altijd wel leuk als achter goed, de is. Ook een hele goede 60 meter. Ja, zeker. Allereerste op de 100 meter, outdoor. We gaan naar Jan Sommerdijk voor die finale op de 60 meter vrouwen. Ja, we zien hier een van de verrassingen. Leonie van Vliet, die hadden we niet verwacht in de finale, maar die heeft heel knap gelopen in de serie. Maar het gaat om die drie die we net hoorden met Marije van Hunestein. In haar eigen Apeldoorn zou ze graag een medaille halen. En als het een gouden is, natuurlijk helemaal fantastisch. Maar ja, jammer dat Nadine Visser niet meedoet. En eerder al de afmelding van Keetja Sedo, de kampioene van vorig jaar. 17 jaar pas, maar niet bezig aan een lekker seizoen. En ze heeft besloten om het indoor en dit seizoen maar aan te geven. Ze zijn nu klaar voor de start met Van Hunestein. Met de blonde haren in baan 5. In baan 3 Samuel. En in baan 6 Sydney. Dat zijn degenen waar het echt om gaat. Daar is de start. Van Hunestein redelijk weg. Maar het is een strijd tussen Sydney en Samuel. En het gaat Samuel denk ik net zijn. Het scheelt niets. Of is het toch Sydney? Dit is een hele close finish. Van Hunestein denk ik derde. Weten ze het zelf? Dat is echt altijd de vraag of ze zelf wel weten. Ze staan echt vertwijfeld te kijken wie er nou gewonnen heeft. Sydney of Samuel. Het scheelde niets. En de tijd is natuurlijk ook heel belangrijk. Want die limiet die heeft Samuel al binnen. Sydney liep in de serie 7:31. Was ze nu sneller. En het is Sydney in 7:28. Kijk de ontlading. En Samuel ook 7:28. Het was niet voor niks dat het niet te zien was. Dat ze zelf ook niet wisten. Maar Sydney wint nipt in 7:28. Maar loopt tevens ook de limiet. En Van Hunestein met 7:38 loopt die limiet niet, maar heeft wel brons te pakken. Dus een spectaculair onderdeel. Ik neem aan dat ook Dennis en Leon hier wel even wat van gaan zeggen. Ja, ga daar eens wat van zeggen. Spectaculaire finale. Ja, en wederom, dat is graag wat je ziet natuurlijk op 60 meter, is dat het soms op duizenden beslist mag worden. En normaal gesproken zit je in het publiek en dan denk je, oh, wie heeft er gewonnen? Was het Jamil? Was het Naomi? En nu moeten we het maar doen met wat de computer, zeg maar, de jury vertelt. Wel gaaf. En natuurlijk een limiet voor Sydney. Dat is natuurlijk fantastisch. Op het juiste moment gepiekt. En van Hunestein 7:38, seizoensbeste, maar ze zal niet tevreden zijn, denk ik. Ze zal niet tevreden zijn, wel brons. Ja. Waar gaan we morgen naar uitkijken? Ja, morgen. Ik denk sowieso twee mooie, hele mooie finales. Eentje bij de 800 voor de mannen, maar ook de 400 voor de mannen. Dat wordt denk ik echt spectaculair. Veel mensen die hard lopen, veel limieten, die vliegen bijna om de oren.
Ik heb net ook doorgefluisterd gekregen dat de 3000 bij de vrouwen ook... Ja, want er staat nog wat op het spel, hè Dennis? Even ja, tot slot. Ja. Ik dacht van, hé, dat is wel interessant. Want er is door Diana van S is er een limietpoging. Wil ze morgen gaan doen. Ik weet niet hoe en of ze er alleen gaat. En het is echt een zeer groot talent. Er zijn al 3 mensen gekwalificeerd, de 3000. Ze doen allemaal niet mee. Sifan niet. Die gaat sowieso... En dan zijn er denk ik nog 2 aanwijsplekken, zou je het bijna kunnen zeggen. Maar kortom, we moeten morgen allemaal kijken naar die 800 meter en de 400 meter voor mannen. En de 3000 meter voor vrouwen en ook voor mannen. Want dan gaat gewoon Mike Foppe uit Nijmegen zijn titel prolongeren. Ga ik vanuit. Dankjewel voor het kijken. Morgen zijn we weer vanaf 4:10. En dan hebben we gewoon keurige beelden ook. Dankjewel jullie ook voor je aan tafel. Tot morgen.